met jouw vriendjes weer een nieuw verhaal. Jenny houdt van stikjes en Itchy houdt van koek. Okie en Mimi zijn gezellig op bezoek. Doekie, Loekie, ga je mee, Kleine Noekie? Beleef jouw avonturen met ons allemaal. Noekie, Noekie, geluks wordt je Noekie. Samen met jouw vriendjes weer een nieuw verhaal. Hallo allemaal, vandaag lezen we weer een nieuw verhaal van Noekie. Noekie's eerste schooldag. Wakker worden, lieve Noekie. Het is Noekie's eerste schooldag. Zou de juf wel aardig zijn? En zouden de kindjes wel met hem willen spelen? Mama vraagt aan Noekie of er iets aan de hand is. Noekie staart verdrietig voor zich uit. Vind je het spannend om voor het eerst naar school te gaan? Ja, knikt Noekie. Mama en Noekie lopen naar school. Hij ziet de school al in de verte. Het komt allemaal goed, zegt mama. Je gaat school leuk vinden en je gaat heel veel nieuwe vriendjes maken. Noekie staat voor de school. Hij ziet een vriendelijke mevrouw in de verte. Ze loopt naar hem toe op rode hakjes. Klik, klak, klik, klak. Noekie wordt een beetje bang. Hallo, jij bent vast Noekie, zegt de vriendelijke mevrouw. Welkom op je eerste schooldag. Mijn naam is Ingrid en ik ben de juf. Geef je mama maar snel een kus. En dan gaan wij lekker naar binnen. Noekie en juf Ingrid lopen het klaslokaal binnen. Noekie ziet allemaal vrolijke kinderen. Dit zullen je nieuwe vriendjes worden, zegt juf Ingrid. Welkom Noekie, zeggen ze allemaal vriendelijk in koor. Juf Ingrid wil een spelletje doen. Iedereen moet raden wat ze tekent. Niemand kan raden wat het is. Opeens roepen ze allemaal, het is een vis! Juf Ingrid leest een verhaal voor. Alle kindjes zitten in een kring. Iedereen heeft melk en koekjes. Yummy, wat een lekkere koekjes! Lust jij ook een koekje? Ja. Dat vind je ook lekker, hè? En jij ook? Ja. Ding dong, ding dong, luidt de schoolbel. School is alweer afgelopen en het is tijd om naar huis te gaan. Noekie ziet mama al wachten op het schoolplein. Hij geeft mama een dikke knuffel en een zoen. School was leuk, zegt Noekie vrolijk. Ik ben blij dat je het leuk vond, zegt mama. Iedereen zwaait vrolijk en neemt afscheid van elkaar. Doei lieve vriendjes, ik zie jullie morgen weer, zegt Noekie. Om 7 uur trekt Noekie zijn pyjama aan. 'S Nachts droomt hij hoe geweldig school was. Hij kan niet wachten om morgen weer naar school te gaan. Zo zie je maar. Soms kunnen de dingen waar je het meest bang voor bent, juist de mooiste dingen in het leven zijn. Noekie, wat ben je toch een gelukshondje. Nou, de volgende keer gaan we weer een nieuw verhaaltje voorlezen van Noekie. Zien jullie er dan ook weer? Ja, gaan we zwaaien. Doei. Zeg maar dag. Dag. Dag allemaal.